Een tanker is vannacht in de brege bij Koetser Tillefingen. Het schip rekken eerst het remmingswerk en daarna de pielder van de brege. Het bregedek is verzetten en stiet 10 centimeter omheeg. Je troch kan de brege net bezinnen worden. Het skipveertverkeer kan onder het verste pad van de brege terugvaren. Het autoverkeer wordt omlaat. De vleembasis Ljouwert wordt geen dependance van Volkel. Dat liet minister Hennis Plasgaard Joert onder de Tweede Kamer weten. Ljouwert bleef in mei een zelfstandige vleembasis. Ook oor de bezuinigingsmaatregels bij Defensie worden veromdraaid. Daardoor verdwijnen er minder banen. In steeds van 2400 worden er nu 1000 werkplakken skrast. De betinkingsbijeenkomst die het komende maandje bij Stendenhege Skwalle houden wordt voor de omkomen student Itzart Otte, krijgt een besletten karakter. Stenden wil zou voorkomen dat er te volle mensen van boeten komen. Ook de media is net welkom. Melkveehouders steven je dit hier massaal op een boerte omdat ze meer melken produceren als tastien is. Boeren die aan het eind van het jaar oer haar een kwotum hinnen melken, moeten oer de extra liters een heffing betalen. Oorzaken voor de hege productie binnen onder oren de hege melkprijs en het afschaffen van het melkquotum in 2015. Joen en vannacht is er eerst nog lichte rein, letter opklarings en het bleef zacht, maar 14 graden. Morgen meest droeg waar, het is bewolken, maar er ben ik perioden mooi zinnen, het wordt 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig ontkrachtig, onzee hut.